Ontmoeting met je innerlijke gids. Deze geleide meditatie wil je laten kennismaken met je innerlijk weten of je innerlijke zintuig. Ga rustig in een fijne meditatiehouding zitten. En haal een paar keer diep adem. Ga met je aandacht naar je lichaam en voel hoe alle spanning uit je vloeit. Via je benen en voeten de aarde in. Voel je helemaal ontspannen worden. Ga nu met je aandacht naar je geest. Pak geen enkele gedachte die opkomt vast met je aandacht. Maar laat alle gedachten overdrijven als wolken tegen de blauwe lucht. Geef er geen aandacht aan en al je gedachten zullen vanzelf verdwijnen. Ontspan je en laat gebeuren wat er gebeuren mag. Voel een diep verlangen in je om je gids te ontmoeten, je innerlijke wijsheid, en om een reis te maken naar je geestelijke bron die in jouw hart verscholen ligt. Concentreer je dan nu op je stuitje en visualiseer een rood koord dat van hieruit de aarde ingaat. Dwars door de aardlagen heen, totdat het koord het middelpunt van de aarde heeft bereikt. Vraag Moeder Aarde om haar stevige energie af te geven. En voel dan hoe deze energie via het koord je lichaam binnenstroomt en je voorziet van een gevoel van innerlijke stabiliteit. Concentreer je nu op een groot stralend wit licht boven je hoofd. Deze stralende witte bol van licht breidt zich uit om jou heen en straalt door je hele wezen. Dit witte goddelijke licht zal jou beschermen en energie geven. Laat dat witte licht ook in je hart stromen en ervaar hoe daar een gevoel van geborgenheid, liefde en eenheid ontstaat. Stel je nu voor dat je voor een mooie trap staat, helemaal in jouw kleuren. En bovenaan de trap is een deur. En achter die deur is een kamer. In die kamer wacht jouw innerlijke gids op jou. Laten we die kamer voor het gemak de kamer van liefde en wijsheid noemen. Je loopt nu in gedachten de trap op, totdat je boven staat.
En dan zie je de mooie deur van dichtbij. Je voelt een alles overheersende liefde. En je weet dat je gids nu heel dicht bij je is. Je doet de deur open en je komt in jouw kamer van liefde en wijsheid. Jouw eigen plek samen met je gids. Je ziet de gids niet direct, maar voelt wel zijn of haar aanwezigheid. Je vraagt dan of hij of zij bij je komt. Dan zie je dat er iemand op je afkomt lopen. Je ziet een mooie gestalte met prachtige ogen en een hele vredige uitstraling. Hij of zij strekt de armen naar je uit en jullie omhelzen elkaar. Je voelt dat je op dat moment doorstraald wordt met onvoorwaardelijke liefde en een weldadige rust. Kijk nu eens om je heen. Wat voor kamer is dit eigenlijk? Misschien zie je een bank of een andere zitplek. Je gids pakt je bij de hand vast en jullie gaan samen op dat plekje zitten. En als je daar zit, stel dan gerust een vraag aan je gids. Misschien over iets waar jij op dit moment in het leven mee worstelt. Misschien wil je niks vragen, maar wil je gewoon tegen je gids aanzitten. Alles mag, niets moet en niets is gek. En als je je gids iets hebt gevraagd, luister dan geduldig naar de fluistering in je hart. Het eerste wat in je opkomt, hou je daaraan vast. Dat is het antwoord van je innerlijke gids of je innerlijk weten. En als er nog geen antwoord komt, heb daar dan gewoon vrede mee. Vertrouw erop dat alles zal komen als de tijd er rijp voor is. Dan gaat de gids achter je staan en legt de handen op jouw schouders. Je voelt een warme positieve kracht door je heen stromen. Al het zware en negatieve dat in je is, wordt omgesmolten tot warme liefde. Je hart komt helemaal tot leven en ontvouwt zich als een roos die opengaat. En als je gids klaar is, gaat hij of zij weer naast je zitten. Gevuld met liefde kun jij nu op jouw beurt liefde naar de wereld sturen als je dat wilt. Plaats bijvoorbeeld iemand die jou pijn heeft gedaan in een roze hart van liefde en zeg in gedachten tegen die persoon: ik vergeef je.
Wees niet bang voor deze kwetsbaarheid, want je gids zal je helpen. En als je liefde naar de hele wereld wilt zenden, plaats dan de hele wereldbol in een roze hart en straal jouw liefde naar alles en iedereen. Bedenk dat roze de kleur is van liefde en harmonie. Als je dat gedaan hebt, dan staan jullie op en je loopt samen met je gids naar de deur van de kamer. Je doet de deur open en jullie lopen samen de trap af naar beneden. En als je beneden bent, is het niet nodig om afscheid te nemen van je gids. Want hij of zij zal voor altijd wonen in je hart. Dit is wel het moment om je gids te bedanken voor alles wat je mocht ontvangen. Geniet nog even na van de wijsheid en de liefde die je zojuist van hem of haar ontving. Weet dat je op elk moment, als jij dat wilt, opnieuw contact kunt maken met jouw innerlijke gids, als jouw bron van echte liefde en wijsheid die in je hart woont. Kom nu langzaam weer terug met je aandacht in de ruimte waarin je bent. Word je weer bewust van de geluiden om je heen en voel de oppervlakte van de stoel. Let op je ademhaling. Laat die rustig zijn natuurlijke ritme zoeken. Blijf nog even in stilte aanwezig in dit moment. Beweeg je lichaam dan langzaam. En als je voelt dat voor jou daar de tijd rijp voor is, doe dan je ogen open en voel je fris en vol nieuwe energie.